Goedemorgen. Morgen. Oh, morgen. Hallo, goed. Het is kwart voor 12. Dan ben je heel goed uitgeslapen vandaag. Ja. Jij vooral. Ach, jongen. Wat krijg je niet wakker, jongen? Nee, dat is zeker goed niet. Zeg, wat gaan we doen? Want we gaan niet snowboarden vandaag. Jawel, misschien bijna. Ja, maar we gaan eerst iets anders doen. We gaan nu naar een... Kijk, hier. Het James Bond Museum. Hoe dat die film gemaakt is en alle gadgets en zo en alle auto's staan daar en zo. Want hier op, is een gebouw in de James Bond film van... Ja, ik weet niet meer welke, de nieuwste denk ik. Is... Spectre is hier opgenomen. Dat is op dat gebouw daarboven opgenomen. Dus, nu gaan wij naar het museum. Ja, nu gaan we daar naar het museum. Dus gaan we naar het James Bond Museum kijken wat er allemaal staat en hoe die film hier gemaakt is. Ja. Dus, lijkt me wel interessant. Ja. Jezus, dat is een gigantische lift. Wat is een grote lift? What the fuck? Wauw, dat is te mooi, jongen. Estate. Awe-inspiring locations have been at the heart of every James Bond story. Since that first novel, Bond has traveled the globe in style, introduced a ramp and a traditional alpine village.
These separate location sequences were put together in post-production to create the storyscape for the Soldan chase sequence. As you pass through to the next room, you'll see the Rettenbach Glacier and the Glacier Road where Spectre was shot in 2015. Misschien kunnen allemaal zo gemaakt dus als je eruit gelegd wordt. Want die uitzichten, dat is niet normaal. Niet normaal. Zet zo'n auto die ze gebruikt hebben in de film. Dat is waar we juist binnen waren. Dat is echt, dat was fucking nice. Echt nice. Dit uitzicht ook gewoon, dat is niet normaal. Ik heb mijn ogen niet open doen. Daar zet die auto. Als je zonnebril hebt, moet je ogen niet open houden, hè? Nee, dat al een Jenny Poster. Ja, kijk. Goedenavond, hè? Ja, dat is strak, hè? Dat wel ik ook. Nee, niet aan die man. Mats, wat geeft je het allemaal stil in 7 restaurant?
James Bond restaurant, hoeveel geef je op 10? Echt een half eigenlijk wel. Oh, ik heb een 9, een dikke 9. 9? 8,7. Ik heb die vis gegeven, ik heb die biefje gegeven, dat is echt... 8,7. Dat is echt goed. Alles, hier is de groente al echt een 9. Nee, maar deze fucking YouTube plek voor ons. Voor mij een 9. Voor nu? 8,7. We zitten in de James Bond lift. Ja, we hebben bakje 7. Welk nummer hebben wij? Bakje 7. 7. Hetzelfde als in de film. Ja. Hoe fucking lit is dat? Dat is wel lit. Slijp alles. Lit? Wacht, het is lit hier. Ik zie mijn eigen zon. Ja, ligt daar in die... Mijn koekoek. Mats, kijk, dat is het jij. Mijn koekoek. Jij zit daar hier, jongen. Mijn koekoek. Jij bent van stenen. Mijn koekoek. Gelukkig niet via jou. Gelukkig niet via jou. Nee, dat is zo goed. Het is kieven, want het is toch plezier. Sip, ik vind het zalk, man. Steven. Nee, dat zeg je niet. Dit is een fantastisch filmpje, dit is een geloof. Hé, hey, wat is smakelijk hier? Dit is een fantastisch filmpje. Hé, smakelijk. Dat was het dan voor deze vlog. Het laatste wat je gezien hebt was Free zijn totaal niet haarige kont. Ik hoop dat het een beetje een leuke vlog was. Het was iets anders dan normaal. Het was niks met snowboarden of skiën of zo. Omdat we naar het museum zijn geweest. Sorry dat het de vlog later was, maar ik heb geen tijd gehad. Ik heb proberen de vlog van morgen wel op tijd te hebben, maar of dat gaat lukken weet ik nog niet. Dat zullen we morgen zien. Morgen laatste dag. Ja. Oh. Spijtig. Ik wil nog niet naar huis. Ik wil eigenlijk niet. Ik heb maar de helft kunnen skiën. Ik hoop dat dit een leuke vlog was. Na deze komen nog 2 vlogs. En dan is onze vakantie weer gedaan. Maar dan stoppen de vlogs niet, want dan komt Mas een week thuis logeren. En dan gaan we ook nog vloggen. Dus dan komen er ook nog leuke vlogs aan. En vlogs met iets meer variatie. Niet constant hetzelfde. Dus, sorry dat het te laat was, maar ik hoop dat het leuk was. Wat moeten ze doen? Liken en subscriben. En een comment achterlaten als ze dat willen. En delen met je vrienden. Je hebt gehoord, hè. Like, subscribe. Of vriendinnen. Hè? Laat een comment achter, deel met je vrienden en vriendinnen. En dan zie ik jullie morgen weer bij de volgende vlog. Zeker, hè?